Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over Nederland, maar er is ook ruimte voor opklaringen. En dat betekent dat we een wat wisselend beeld hebben. Met in het zuidoosten van het land de dikste wolken en daar kan ook af en toe wat lichte regen vallen. In de rest van het land is het droog. Vanochtend is het 5 tot 8 graden en vanmiddag komt daar nog wel iets bij. Uiteindelijk bereiken we maximum temperaturen tussen de 7 graden op de Wadden en 11 in het zuidoosten. Matige wind uit het zuidwesten, af en toe vrij krachtig in het noordwestelijk kustgebied. Vanavond weinig verandering in het weerbeeld, maar de kans op neerslag is in het zuidoosten dan ook klein wolkenvelden, af en toe een opklaring, graad of 7 op de thermometers. Dan gaan we naar morgen en dat weerbeeld verschilt toch wel. Er valt buige regen in grote delen van het land met af en toe wat zon tussendoor. In Zeeland blijft het waarschijnlijk droog en heeft de zon wat meer ruimte. Het wordt 7 tot 9 graden, de wind draait naar west tot noordwest en is vrij krachtig langs de kust. In het weekend is het wat wind betreft rustiger. Zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met even wat lagere temperaturen. Zondag 8 of 9 graden en enkele buien maar ook ruimte voor wat zon. Na het weekeinde blijft het vrij zacht en lichtwisselvallig. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl